Koffietijd, koffietijd, wat tijd voor jezelf. Een beetje gezelschap. Koffie, koffietijd. Hallo beste mensen, welkom bij Koffietijd. Ik heb een lekker kopje koffie, even roeren. Hoe gaat het met jullie op deze snikhete zomerdag? Ik heb een bijzonder nieuwtje voor jullie vandaag. Die ga ik even met jullie doornemen. In China krijg je gratis varken als je een huis koopt. Nou, wie wil dat nou niet? Dan zeg je toch geen nee tegen. Ik koop meteen 10 huizen. Chinese huizenverkopers zijn wanhopig sinds de problemen bij vastgoedreus Evergrande. En nemen extreme maatregelen om kopers aan te trekken. Zo zijn er bedrijven die graan en knoflook als betaalmiddel accepteren. What the hell, oké. Eén bedrijf geeft zelfs varkens weg aan iedereen die een huis koopt, schrijft CNN. Ik weet niet of jullie dol zijn op varkens, maar wil je niet er één, dan moet je in China een huis kopen. Het gaat al een tijd niet goed met de Chinese vastgoedsector. Vorig jaar belandde het grootste bouwbedrijf van het land, Evergrande, op het randje van het faillissement en dat heeft de hele branche meegesleurd. Daar komt bij dat de Chinese woningmarkt al zo verzadigd is dat er weinig kopers zijn. Ja, wat vervelend man daar in China. Echt heel naar om te horen. Daardoor moeten bedrijven creatieve oplossingen bedenken om te overleven. Central China Real Estate, het grootste vastgoedbedrijf in de provincie Henan, kondigde onlangs op social media aan dat aanbetalingen tot €22.000 in graan morgen mogen gedaan worden. Nou, dat vind ik wel bijzonder dat je gewoon in graan en knoflook kan betalen. Voor een huis? Dat is toch bizar? Eerder zei het bedrijf ook al knoflook te accepteren als aanbetaling voor een specifiek project in de stad Qi. We hebben besloten boeren in Qi te ondersteunen als er weer een knoflookseizoen aankomt. We helpen boeren met liefde en maken het hun makkelijker om huizen te kopen, schreef het bedrijf op WeChat, een Chinees social netwerk. Niet toevallig is de Henan-regio een grote producent van knoflook en graan. Ja, toeval bestaat natuurlijk niet, hè? Ondertussen heeft het bedrijf de advertenties verwijderd. Oh, waarom? Dat is raar. Dus eerst gaan ze adverteren ervoor en dan staan ze ineens niet meer achter hun punt. Hé, wie A zegt moet ook B zeggen, hè? Jongen. Een ander bedrijf, Poly Real Estate, zegt dat iedereen die een huis koopt van zijn project in de stad Liangyonggang een gratis varken van 100 kilogram geeft. Wauw, 100 kilogram, een varken van 100 kilo. Dat is een behoorlijk groot beest, denk ik. Koop een huis en krijg 200 kati Peppa Pig. 200 kati Peppa Pig. Adverteert het bedrijf. Waarmee het verwijst naar het Britse cartoonvarkentje. En 1 kati komt overeen met 500 gram. Dus kun je nagaan, 200 kati. Jezus. De Chinese huizenverkoop is tussen januari en mei 31,5% ingezakt. En in mei werden er in vergelijking met een jaar geleden 59% minder huizen verkocht. Nou, dat is een drama. Een drama. Ik zou zeggen, verhuis allemaal naar China, jongens. En dan krijg je een varken ook nog als huisdier. Wie wil dat dan niet? Zo'n lief schattig varkentje. Nou, dit was Koffietijd. En bedankt voor het kijken. En tot ziens. En de groenten. Ciao. Bye bye. Mwah.